Utrecht blijft asielzoekers op humane manier ontvangen. Het puin in de Nederrijnse plas is stortafval. En wie betaalt de doktersrekening van een aangevallen hond? Goedenavond, het is donderdag 30 april. Dit is U Vandaag. Het kabinet heeft vorige week besloten dat de huidige bed, bad en broodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers moet stoppen. Het moet veel soberder en de asielzoekers moeten hoe dan ook het land uit. Gemeente Utrecht ligt dwars. Reden dus voor een spoeddebat in de gemeenteraad. Er is er ook in de Tweede Kamer over gepraat. Daarom is Henk Brandt van de noodopvang Utrecht opnieuw bij ons te gast. Genoeg om te bespreken zometeen, denk ik. Ja, er gebeurt veel. De gemeente Utrecht neemt een stevige stelling in. En dat is goed. En misschien dat het kabinet wat gaat schuiven. We gaan er zo meer over horen. En Felix van der Wissel is vandaag onze stamgast. Huisarts ook, natuurlijk. Wat is jouw onderwerp? Werkstress op vakantie. Oh, dat lijkt me een foute combinatie. Hele fout. Ook daar zo meteen alles over horen. Eerst naar het nieuwsoverzicht met Marie. Ja, terwijl de regeringspartijen PvdA en VVD steggelen over de manier waarop uitgeprocedeerde asielzoekers nu moeten worden opgevangen. En vooral ook hoe lang, is de gemeente Utrecht dus een stuk stelliger. Tijdens een spoeddebat vanmiddag werd een motie van GroenLinks breed gesteund. Daarin staat dat de opvang van illegale asielzoekers hoe dan ook moet blijven. Vrijwel de hele gemeenteraad is het daarmee eens. Alleen de VVD en Stadsbelangen steunen de motie niet. Conclusie, Utrecht gaat dus door met bed, bad en broodopvang. En gaat daarmee dus tegen het regeringsbeleid in. En we hoorden het net ook al, we praten hier dus straks verder over met Henk Brandt. 3 weken geleden melden wij dat er aan de oevers van de Nederrijnse plas afval naar boven komt. En dat kan ernstig zijn, want er is veel illegale troep, zoals radioactief, biologisch besmet en chemisch afval in de plas terechtgekomen. Al 3 weken lang proberen wij de verantwoordelijke wethouder daarop aan te spreken. En vanmiddag is dat dan eindelijk gelukt. De Nederrijnse plas. Het gebied was vroeger afvalstort. Getuigen hebben verklaard dat er in deze plas ook illegaal radioactief ziekenhuisafval is gestort. Dat weten we al sinds de jaren 90. En dit is de wethouder die moet beslissen over de plas. Lot van Hooijdonk van GroenLinks. Radioactief ziekenhuisafval in de Nederrijnse plas. Voor haar is het nieuws. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dus als dat het geval zou zijn, dan zou dat voor ons, voor zover ik weet, echt nieuw zijn. En als daar echt aanwijzingen voor zijn, dan zouden we dat natuurlijk gelijk onderzoeken. En dit is de oever van de plas. Al 3 weken lang melden wij dat hier afval naar boven komt. Plastic, metaal, beton. Gelukkig nog geen chemisch afval, ziekenhuisnaalden of radioactief afval. Toch gaat de wethouder hier niets aan doen, want er is niets aan de hand. En tot nu toe hebben wij niet geconstateerd dat er afval aan de oppervlakte komt. We weten wel dat het onder water zit. We weten dat de oevers versterkt zijn met bouwpuin, dus dat ziet er ook nogal rommelig uit. De wethouder vindt dit plastic bijvoorbeeld ook bouwpuin. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet tot hoever het bouwafval reikt en wanneer het afval wordt. Kijkt u wel eens naar RTV Utrecht? Ik kijk wel eens naar RTV Utrecht. Heeft u bijvoorbeeld gezien dat ik daar rollen plastic uit de oever gehaald heb? Dat heb ik niet gezien, maar ik neem u op uw woord. Oké, is dat bouwpuin? Ja, ik kan me voorstellen dat dat bouwpuin is. Maar goed, uit de jaren 90. Gisteren lieten we documenten zien die zeggen dat ook hier afval gestort is. Dat vormt geen enkel risico, volgens de gemeente. Tot nu toe heb ik geen aanwijzingen dat er iets anders ligt dan bouwpuin. En dat daar echt afval naar boven komt uit de tijd waarvan we weten dat dat risicovolle spullen kan bevatten. Dus u gaat wachten tot er chemisch afval boven komt en dan vindt u het een risico? Ik zeg, als er aanwijzingen zijn dat er risico's zijn, dan gaan we daar nu natuurlijk naar kijken. Tot nu toe hebben wij die aanwijzingen niet gehad. En dus gaat er niets gebeuren op dit stukje van de Nederrijnse plas. Tot het fout gaat. Ja, we hebben de wethouder vandaag ook gevraagd wanneer die sanering van die plas dan verder gaat. En ze laat weten dat dat binnenkort is. Woerden moet 13 miljoen euro vrijmaken voor onderhoud aan bruggen, wegen en groen in de gemeente. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat het onderhoud in kaart heeft gebracht. Er moet met spoed een inhaalslag gemaakt worden, want de afgelopen jaren is het onderhoud erg slecht uitgevoerd. Maar het komt goed, zegt de gemeente.
We zijn dat nu echt beter aan het organiseren. En dat zit op heel veel vlakken. Dat gaat om welke mensen werken eraan, hoeveel mensen werken eraan. Maar ook hoe is je planning, hoe is je financiële controle, hoe is je aanbestedingsbeleid. Al dat soort dingen, dat moest echt eigenlijk van de grond af opgebouwd worden. Ja, de Raad praat eind mei over het rapport. En dan wordt ook duidelijk waar dat geld voor het onderhoud vandaan moet komen. De A27 bij knooppunt Eemnes was vanmiddag afgesloten vanwege een ernstig ongeluk. Een motorrijder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en raakte daarbij zwaar gewond. Voor zover bekend zijn er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Rond 3:30 werd de A27 weer vrijgegeven. En toen konden ook de verbindingswegen naar de A1 weer open. Wel of geen nieuwe woningen aan de handelskade in Nieuwegein. Vanavond valt hier een besluit over in de gemeenteraad. De eigenaar van een stukje dijk bij de Koninginnesluis, die wil daar graag huizen bouwen. Maar omwonenden doen er alles aan om die plannen tegen te houden. Buurtbewoners willen dat de dijk groen blijft. Het liefst zien ze dat de eigenaar er, net als vroeger, dieren laat grazen. En daarom hebben ruim 1000 mensen een handtekeningenactie getekend. Het gaat hun niet alleen om het eigen uitzicht, dat zegt deze bewoner. Het gaat mij hier om de veiligheid. Het gaat mij hier om het cultureel erfgoed van de gemeente. En daar mag mijn belang ondergeschikt aan zijn. Ja, vanavond valt dat besluit dus hierover. En uit een rondgang van RTV Utrecht blijkt al dat een groot deel van de raad de kant van de huidige bewoners kiest. Het dumpen van afval, ja, daar hebben we het weer, maar dan op de Utrechtse Heuvelrug loopt de spuigaten uit. Er worden daar volle vuilniszakken, chemisch afval en zelfs complete bankstellen weggegooid. Staatsbosbeheer is er helemaal klaar mee. Ze zijn steeds meer vuilnisman. En het verwijderen brengt ook nog eens kosten met zich mee. Het is voor ons een mysterie, maar het gebeurt heel veel. Een leeg frisdrankblikje in het bos is natuurlijk een doorn in het oog van een natuurliefhebber. Maar het kan ook erger. In de bossen van Leersum wordt steeds vaker afval gestort. Zoals deze tv. Komt dit nou vaker voor? Ja, helaas treffen we dit steeds vaker in het terrein aan. Wie dumpt er nou zijn tv in het bos? Ja, dat is ons ook een grote vraag, wie dat tot doet. Dat is iets wat wij ook niet snappen. Toch zie je het overal in de provincie gebeuren. Grof vuil wordt gewoon in het bos gegooid, alsof het een openbare stort is. En het is niet alleen de achtergelaten rotzooi waar de boswachter last van heeft. Er wordt ook veel gesloopt in zijn bos. Nou, hier stond dus een picknickbank, waar men heerlijk op kon picknicken. De restanten liggen er daar nog. Planken zijn allemaal weg. Waarom dat men dit uit de grond heeft gehaald, geen idee. Maar het was een hele mooie plek waar men gewoon heerlijk kon zitten. De frustratie is groot. Er is op dit moment geen geld beschikbaar om gesloopte picknicktafels en bankjes te vervangen. Het is zo zonde, want je wil gewoon mensen toch de gelegenheid geven om een middagje te kunnen gaan zitten. En ja, dat proberen we hier. Dat hadden we hier gewild. Ja, dat is jammer. Ze vragen ook, Staatsbosbeheer, als u iets ziet, meld dat heel graag. In het provinciehuis is vanmiddag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Het college van gedeputeerde staten bestaat opnieuw uit VVD, D66, CDA en GroenLinks. Caroline Gijsman die is bij het provinciehuis. Ja, Caroline, alles zal dan misschien ook wel een beetje bij hetzelfde blijven. Ja, nou, ik heb hem hier in mijn handen. Het akkoord heet In Verbinding. Ze hebben er een maand over gedaan om dit akkoord samen te stellen. En je zou denken, dezelfde partijen, dezelfde koers. Nou, er zit ook wel veel in dat ze dezelfde koers blijven varen. Maar wat in ieder geval wel nieuw is, dat zijn deze twee nieuwe gezichten. Naast mij staan Jacqueline Verbeek en Pim van den Berg. Mevrouw Verbeek, als u dit akkoord in 3 woorden zou mogen samenvatten. In 3 woorden, dan zou ik kiezen voor verbinding, uitvoering en daadkracht. Want verbinding, omdat we het van belang vinden om verbinding te leggen met onze inwoners, de ondernemers en al onze partners. Maar ook mobiliteit is ook belangrijk voor de verbinding, want dat zorgt voor een goede bereikbaarheid. En dat is weer van belang om onze topregio, waar Utrecht toe behoort, om die te kunnen vasthouden. En dat is een van onze ambities. Ja, klopt. Over die mobiliteit, daar kom ik zo nog op terug. Maar eerst Pim van den Berg in uw portefeuille. Ja, de energie. Duurzame energie, dat is een groot onderdeel van dit akkoord. Gaan we meer windmolens krijgen?
Nou, wat we in ieder geval gaan krijgen is dat we ons bezig gaan houden met duurzame vormen van energie. Dat zijn ook windmolens, want we hebben afgesproken met het kabinet dat we voor 2020 65,5 megawatt aan windmolens gaan realiseren. Daar doen we ons uiterste best voor. Maar daarnaast gaan we ook kijken naar energiebesparing. We willen voor 2020 ook 50.000 woningen nul op de meter, dus energieloos zou je kunnen zeggen. En daar hebben we afspraken over gemaakt met de EBU, maar ook met de woningcorporaties om dat te realiseren. Dus het is dus en energiebesparing, maar ook andere vormen van energie. Dan moet u ook denken aan zonne-energie of bijvoorbeeld de thermische warmte. Oké, en mobiliteit, dat is uw portefeuille. U had het er net al even over. Bredere snelwegen of toch meer inzet op openbaar vervoer? Nou, ik zou het allebei, hè, want het is complementair aan elkaar. Want het gaat om het totale netwerk, zodat onze provincie bereikbaar blijft. Dus allebei. En ook de fiets, niet te vergeten. En nou is dit voor jullie beiden een nieuw avontuur. Allebei gedeputeerden voor het eerst. Wanneer kunt u nou zeggen over 4 jaar dat uw termijn een succes is geweest? Nou ja, ik ben ook nog gedeputeerde van wonen en binnenstedelijke ontwikkeling. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij heel veel woningen vooral in de binnenstedelijk gaan bouwen. Kantoren gaan transformeren. En als we daar een heel eind mee op streek zijn, dan denk ik dat we kunnen zeggen, voor mij althans, dat het geslaagd is. Want daarmee besparen we denk ik ook heel veel groen in onze mooie provincie. En hoe geldt dat voor u? Ja, we hebben met elkaar afgesproken dat we het bestaande beleid, dat we dat gaan uitvoeren. Hè? Dus ook de focus op de uitvoering. Dus voor mij zou de aankomende 4 jaar geslaagd zijn als we de programma's binnen mobiliteit al ver in uitvoering gebracht hebben. Maar ook dat we, zoals we hebben afgesproken, ons blijven focussen op de kerntaken. Waardoor we ook over 4 jaar nog lage lasten hebben. Nou ja, ik wens u allebei veel succes. Hartstikke goed. Caroline Gijsman, dank je wel. Daar is nog veel over te doen, Riks, maar over de bed, bad en broodregeling ook, hè? Ja, zeker. Soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Dat geldt ook voor de aankondiging van het kabinet om die bed, bad en broodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te sluiten. VVD-fractievoorzitter Zijlstra dreigde zelfs gemeentes te korten als ze er toch mee doorgaan. Maar tijdens het Kamerdebat vanmiddag slaat hij een heel andere toon aan. Lijkt ineens over van alles te praten. Bij ons de gast Henk Brandt van de noodopvang voor dakloze vreemdelingen in Utrecht. Welkom. Opgelucht. Nou, dat lijkt me nog iets te snel gezegd. Er was gisteren een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar burgemeesters van gemeentes hun standpunt naar voren brachten. En één ding zei ze: die boete die moet sowieso van tafel, want dat is geen manier van praten. Dat is niet iets wat ons als opvangorganisaties als eerste regardeert. Ons gaat het erom dat wij op een goede manier begeleiding kunnen geven en opvang kunnen geven aan mensen die tussen de wal en het schip terecht zijn gekomen. Ja, vorige week vertelde u, was u ook al bij ons te gast, dat de noodopvang in Utrecht eigenlijk heel goede resultaten boekt. Gaan we het zo over hebben. Ja. We zijn eerst even bezig kijken. Bed, bad, brood. In deze flat biedt Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht dat en nog veel meer aan Dondoep uit Tibet, Sana uit Sierra Leone en nog 3 vluchtelingen. Maar noodopvang mensen niet helpen mij. En waar ga ik? Ik kan niet werken, kan niks aan doen. Alleen de noodopvang mensen helpen voor ons zonder papier. In Utrecht gaat het niet om het sobere bed, bad en brood dat het kabinet voor ogen heeft. Noodopvang Utrecht helpt 100 uitgeprocedeerde asielzoekers door ze in kleine groepjes op te vangen, medische hulp te bieden en juridisch advies. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld 6 mensen gehad die alsnog een verblijfsvergunning gekregen hebben op basis van hun asiel. Dus dat wil zeker wel wat zeggen. Deze mensen hebben 24 uur per dag een dak boven hun hoofd. Een paar weken een bed en een maaltijd is geen oplossing, zegt de noodopvang. Wij verwachten als die nieuwe bed, bad, brood regeling doorgaat, dat ook veel mensen dieper de illegaliteit in zullen verdwijnen. Bed, bad en brood plus dus in Utrecht. Toch geeft het debat spanningen. Dondoep gebruikt meditatie om het malen in zijn hoofd te stoppen. Want wat als ze toch op straat komen te staan? Het trucencentrum zegt ja, jij moet papier voor de ja, truc. Maar ik heb geen papier. Niks, alles niks. Heel veel mensen ook zonder papier zelf voor mij. Voor mij rustig leven, hij wil zo. Maar ja, dat is moeilijk.
Ja, we horen steeds getallen, we horen feiten. Maar dit zijn dus de mensen waar het om gaat, meneer Brandt. Ja, en dat is een beetje het probleem van de discussie. Het gaat dan over groepen en over aantallen. En zoals u hoorde, het gaat hier over 100 mensen. En het zijn 100 verschillende verhalen uit misschien wel 20 verschillende landen. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers onder druk zetten om ervoor te zorgen dat ze sneller het land verlaten. Maar u zegt dat u met een heel andere aanpak ook resultaat bereikt. Nou ja, het gaat om te beginnen om vertrouwen. Het gaat er om te beginnen omdat als iemand bij ons komt, dat hij niet meteen het gevoel heeft dat er maar één uitkomst kan zijn. En dat is de kern van het kabinetsplan. Er kan maar één uitkomst zijn. Wij vragen mensen, hoe is het met je? En wat wil je? Wat wil je is heel belangrijk. En dat is een hele moeilijke vraag. Als jij gevlucht bent en je komt in een ander land, mm-hmm, en je bent daar afgewezen, de vraag, wat wil jij? Ja, nu zegt het net, hè, we hebben het over Den Haag. Daar zijn ze dus, nou, zijn ze er nog helemaal niet over uit. Hier in Utrecht, het spoeddebat vanmiddag was veel stelliger. U was daarbij aanwezig. Hoe was de indruk van u? Nou ja, het is duidelijk dat de raadsleden ervaren dat het Utrechtse model, zoals dat dan heet, dat succesvol is. En eigenlijk succesvoller dan het beleid van de Rijksoverheid. En in die zin verbaast het me niet dat we enorm brede steun gekregen hebben in de Raad. En verbaast het me ook niet dat de Raad uitspreekt dat wat het kabinet wil onwenselijk, onacceptabel en onuitvoerbaar is. Kunnen we stellen dat er nu iets meer licht aan de horizon brandt? Ja, dat weet ik niet. Het kabinet zegt dat ze met de gemeenten wil gaan spreken. De gemeenten hebben nogal wat, nogal een flinke lijst van zaken die ze aan de orde willen stellen. Het is duidelijk in ieder geval dat de gemeente Utrecht vanuit de Raad een stevige boodschap meegekregen heeft. Ja. Het zwalkt, het kabinetsbeleid, dat kun je wel zeggen. De twee regeringspartijen spreken elkaar constant tegen over dat akkoord. Wat voor duidelijkheid hebben die uitgeprocedeerde asielzoekers nou eigenlijk nodig? Nou, niet een duidelijkheid in de zin van in jouw individuele geval komt er dit, dat of dat uit. Wat ze nodig hebben is dat zij een gesprekspartner hebben op lokaal niveau. Een gesprekspartner op lokaal niveau die met hen de vraag, wat wil je nu? Gegeven dat je uitgeprocedeerd bent. Wat wil jij nu? En dat kan in sommige gevallen leiden tot alsnog een verblijfsvergunning. Dat hangt van de situatie af. Maar zal uiteindelijk in sommige gevallen ook kunnen leiden tot een beslissing tot terugkeer. Ja. En dan zijn er nog mensen die dat willen en het niet kunnen. En daarvoor zal toch een soort basale voorziening moeten zijn. We hadden het net over medische voorzieningen. Ken jij die problematiek van asielzoekers, Felix? Wat ik eigenlijk hoor, dat is wel iets wat mij dan bezighoudt. Want het is natuurlijk eigenlijk een politieke beslissing die hoort in Den Haag. En er wordt gewoon harde taal gesproken, met name door de VVD. En als je het hoort, ook mensen op straat, dan hebben ze heel snel over, ja, die asielzoekers en die komen maar hier. En ja, wat moeten ze hier? En ze zijn toch uitgeprotesteerd en ze moeten weg. En dat klinkt allemaal duidelijk, hè? Want je bent uitgeprocedeerd, dus gaan we weg. Maar als je eigenlijk kijkt, en dat is een heel technisch verhaal, heb ik ook begrepen, van als je uitgeprocedeerd bent, dan ben je niet één keer zomaar terug. Geen papieren hebben, niet een land in kunnen, betekent dat je bent helemaal hulpeloos. Nou, moet je eens voorstellen dat je zelf ergens hulpeloos bent, in een land terechtkomt, had gehoopt dat je daar echt opgevangen zou worden en dat het niet zo is. Nou, dan denk ik van ja, we hopen toch allemaal dat er dan toch iemand naast is die in ieder geval je opvangt en in ieder geval even met je meepraat en kijkt van joh, wat wil je nou? En dat is denk ik een hele belangrijke. Wat wil je nou en hoe zouden we je kunnen ondersteunen om dat voor elkaar te krijgen met de wetenschap dat je hier niet kan blijven volgens de richtlijnen die we hebben gesteld? Nou, daar gaat tijd overheen. Maar in die tijd moet je gewoon iemand opvangen. Moet iemand zich kunnen wassen? Moet je gewoon naar de dokter kunnen? Ja, dat lijkt me zo logisch. Ja, dat lijkt logisch, maar het is het blijkbaar niet op dit moment. Nee, dat is omdat er partijen, mensen zijn die denken dat als je die opvang maar niet
regelt, dat dan mensen niet naar Nederland zullen komen als vluchteling. Nou, bijvoorbeeld in Duitsland is die opvang wel geregeld. Het is niet zo dat al die mensen naar Duitsland gegaan zijn omdat die opvang daar is. Er zijn ook mensen in Nederland. Dus de vraag is of die stelling klopt. Goed, we zullen zien. Het debat zal voorlopig nog wel even doorgaan. We gaan het iets hebben over iets heel anders, alhoewel. Stress. Stress, het hoge stress. Dat hebben die asielzoekers ook natuurlijk. Het is zo langzamerhand de grootste zaak van de wereld. Mensen die in een pretpark of de dierentuin de hele dag hun mail checken of hun, op hun smartphone of op vakantie op de camping met een laptop niet bij de wifi-hotspot zijn weg te slaan. Ja, even wat werk doen nog. En daar wil jij het graag over hebben, Felix. Ja, nou ja, ik realiseer me ook. Ik ben natuurlijk ook zo'n Nederlander met een smartphone die een druk bestaan heeft. Ik heb huisartspraktijken, ik ben ondernemer, ik ben voortdurend bereikbaar. En dat levert een hoop stress op. Überhaupt in de hele werksituatie in Nederland. Afgelopen november was ik in Afrika en ik merk altijd dat daar een heel ander soort sfeer heerst. Dat het veel meer van pluk de dag is. Ik zeg niet dat dat altijd even goed is, maar het geeft zo'n lekker relaxed gevoel. En wat maakt nou dat wij voortdurend eigenlijk in een soort stresssituatie is, dat is dat we bereikbaar zijn. We hebben ervoor gezorgd dat we continu bereikbaar zijn. En als je continu bereikbaar bent, heb je ook een verwachtingspatroon geschapen bij andere mensen. Want die denken ook dat jij altijd bereikbaar moet zijn. Ja. Nou, een van die dingen om dat even naast je neer te leggen is de vakantie. Vakantie hebben wij in Nederland om even de boel waar je eigenlijk altijd mee bezig bent geweest achter je te laten, te ontspannen. Het is heel gezond voor onze hersenen, voor ons lichaam, om even ons terug te kunnen trekken. Daarvoor is eigenlijk vakantie. Hè? Ja. Vakantie. Geeft niet juist heel veel rust als je even gewoon met je mobieltje kunt checken of thuis en op de zaak alles het nooit is? Het is natuurlijk van de gekke als jij zoekt naar rust en je neemt eigenlijk je werk mee naar je vakantie. En wat er gebeurt, en ik denk dat mannen nog erger zijn, of ik weet al zeker dat mannen nog erger zijn dan vrouwen. Maar dat moet ik even hier checken. Nee, klopt. Marie heeft een heel adequaat middel om niet bereikbaar te zijn in het verre buitenland. Gewoon je telefoon verliezen, klaar is kus. Ja, dat zou kunnen. In de golf. Maar nou ja, ik werd er een beetje door getriggerd. Voor een blad moest ik een column schrijven. En dat ging. En toen ben ik even naar mezelf gaan kijken. Van wat doe ik nou precies en wat gebeurt er met mij? Als ik op vakantie ga, dan betekent dat ik in één keer moet ik allerlei dingen regelen voor mijn vakantie. Ik moet mijn koffers inpakken, ik moet andere dingen klaarmaken. Dus ik heb eigenlijk mijn werk nog niet af. Dus ik kom eigenlijk met een veel te vol hoofd kom ik thuis. Dan staan er al wat koffers en tassen staan klaar. Eigenlijk heeft mijn vrouw veel te veel tassen en koffers. En ik moet de auto inpakken. En dan weet ik al dat dat gewoon niet gaat lukken. Dus dan voel ik al die adrenaline, voel ik al. Nou, en dan uiteindelijk lukt het. En we proberen zonder ruzie op vakantie te gaan. En ik geloof dat het één keer gelukt is. Het komt allemaal goed hoor, wees gerust. Maar dan kom je op de vakantiebestemming. En dan heb ik toch dat ding. En ik heb zo'n ook nog verbinding. Zodat ik toch zo'n vakantieabonnementje. Dat je ook nog wat foto's kan sturen. Maar ik ben toch geneigd mijn mail te checken. Ik ben toch geneigd om te antwoorden op anderen. En jouw raad is dus gewoon, doe dat niet. En ik zit daar heel even naar u te kijken, meneer Brandt. U overkomt dat volgens mij niet, hè? Nou, als ik in het oerwoud ergens in Ecuador zit en er is geen bereik, dan overkomt het mij niet. Yes, nee. Dat wou ik even horen. Dus dat moeten we gewoon doen. Ja. We gaan er beter op letten, dan willen we gezond blijven. Uit vliegtuigmodus. Ja, prima. Dat doe ik ook. Goed advies. We gaan iets anders. Dubbel leed bij de familie Hoijmans in Nieuwegein. In een park werd hun hond gegrepen door een ander hond. En het dier raakte daarbij heel ernstig gewond. Ja, het baasje van die andere hond, die ging er als een haas vandoor met haar hondje op de arm. En de familie Hoijmans die zit nu met de ellende en een flinke rekening van de dierenarts. Bruin. Bruine hond. Laag. Echt zo'n pitbull. Ik kan niet goed schrijven hoe of wat. Nou, en die pakt mijn hond. En die had echt dat in zijn bek. En echt zo schudden. Het was een bruine hond die Brigitte gistermiddag om 5:00 de schrik van haar leven bezorgde. Ze was haar hond Chelsea aan het uitlaten toen het dier toesloeg. Eerst kon hij wel lopen, maar dat lag helemaal met bloed. Ja, dat heb ik opgepakt. En ik ben naar huis toegelopen. Chelsea is flink toegetakeld. Zelfs zo erg dat dochter Esther even niet naar school gaat om op het dier te passen. Ze slaapt beneden op een matras, want het is goed mis met haar hond. Ze is dus geopereerd en de lies heeft ze een best wel een grote wond, ongeveer van zo'n snee. En ja, die zat best wel dicht bij slagaders, dus dat kon niet gelijk gehecht worden. De dader is na de aanval met de hond weggerend. Ze riep nog wel een telefoonnummer, maar wanneer we dat nummer proberen te bellen, blijkt er niets van te kloppen. De verbinding wordt nu verbroken. Ja, dat was hem dus. Hij doet het dus helemaal niet. Esther schrok enorm toen ze de bebloede Chelsea zag.
Ze is heel verdrietig, maar ook kwaad. Ze heeft alleen de telefoonnummer geroepen, maar dat klopt dus schijnbaar niet eens. En dan heb ik zoiets van, zeg dan gewoon even eerlijk je naam en waar je woont. Dan kunnen we het oplossen, maar niet op deze manier. Ook de moeder van Esther is radeloos. Ze probeert elke voorbijganger in het park aan te spreken. Ja, mag ik u misschien wat vragen? In de hoop dat ze iets hebben gezien, maar tevergeefs. Er is niets waarvan ik denk van, oh, die zal het wel zijn en die weet ik waar die woont. Nee. Niet alleen moet de vrouw met de agressieve hond voor de kosten van de operatie opdraaien, ook kan de hond een gevaar zijn voor anderen in het park, vindt Brigitte. Voor hetzelfde geld pakt hij een kind. Of een andere, dat er een kind hier loopt met een hond en dat hij die hond aanvalt en het kind ook in paniek gaat. Ik denk, bedoel, als jij een gevaarlijke hond hebt of dat hij zoiets doet, dan moet je hem vasthouden, vind ik. En daarom blijft de familie hier voorlopig nog wel even zoeken tot de vrouw met hond is gevonden. Ja, en moeder en dochter die willen de dader natuurlijk vinden. Ogen open houden dus in dat parkje bij het McCure Hotel in Nieuwegein. De dader is een bruine, kleine hond. En een vrouwelijk baasje had hij dus met donker haar en een blauwe jas. Heeft u nou zelf ook opvallend nieuws of spelen er vreemde zaken in uw omgeving? Meld het ons dan via rarezaken@rtvutrecht.nl. En wie weet komen wij bij u langs. Gaan we naar het weer. Vanavond valt er nog een bui, mogelijk met hagel. Vannacht klaart het op, blijft het droog. Het wordt 3 à 4 graden. Morgen geregeld zon, dat is lekker en droog. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Ja, en de dagen daarna, ja, dan blijft het wat wisselvallig. Maar het wordt wel geleidelijk aan wat warmer. En dan de weerfoto. Ja, die is, dat was een vriend van jou, of niet? Die gemaakt heeft? Dat is een kennis van mij, ja. Driemaal raden wat voor gebouw dat is. Eldwis Asmus. Heel goed. Hè? Heeft u nou ook zo'n mooi plaatje? Mail die dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Ja, wij bedanken onze gasten. Henk Brandt van de stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen in Utrecht. En Felix van der Wissel, onze stamgast, de huisarts. Ja, en voor meer regio nieuws kunt u terecht op onze website rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen dan is u vandaag weer. Heel graag tot dan en fijne avond. Hè? Ja, fijne avond nog. Dag.